Zo volk, als reporter van Runholt ben in voor de Koningshuisarts. Ik ben hier bij Semimam. Semimam, dat is een kinderopvang. Ina, hallo. Hi. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik was bij jou binnenkijken, want Jan speciaal kinderopvang, heb ik begrepen. Ja, klopt. Nou, kom erin. Nou, zo is het doen. Hè. Ja. Ik had het honden, ja. Kijk eens aan. Ja, ik heb een aantal beesten hier. Ook speciaal voor de kinderen. In huiselijke sfeer zie ik wel. Ja, nou ja, de kleinste is er nou niet, maar die speelt hier vaak en die zit vaak in de box. Ja. En die speelt hier op de grond, maar die is er nou op dit moment niet. Okay. Ik heb nu alleen twee naschoolse opvang. En Jesper die er net aan komt lopen, die is hier de hele dag al. Dag Jesper. Zeg maar dag. Hoe is het hier? Zeg maar dag. Gezellig hè, Bina? Nou, dat is ook wat. Je zit in de nee-fase, dus laten we het daar maar even over hebben. Ik ben twee en ik zeg nee. Ja, ik ben twee en ik ben nee. Ina, wat doe je zoal hier? Want ik ben geen gewone kinderopvang, je hebt veel meer te bieden. Ja, ik ben 24 uur opvang, dus ik vang 's nachts op, ik vang in het weekend op. En, dat maakt helemaal niks uit. Dus 24-7, zeg ja, maar. Ja, klap je rond. Dat doet bijna niemand, hè? Nee. Volgens mij staat hier in de omgeving vrij uniek. En ja, goed, daar heb ik mij wel wat in gespecialiseerd. Iemand moet een beetje onderscheiden natuurlijk. Ja. En daarnaast vang ik gewoon allerlei kinderen op. Eigenlijk van 0 tot 18 jaar. Dus als er behoefte aan is, dat ze bonden 12, als ouders daar behoefte aan hebben, kan dat. Ik vang ook kinderen op met gedragsprobleem, dus ADHD of ADD, dat maakt allemaal niks uit. Daar heb ik in het verleden ervaring met op het doornen. Dus dat vind ik ook prima. Dus met PGW. Ja. Of gewoon normale gastouderopvang. Dat kan allemaal. Je doet alles via een gastouderbureau, neem ik aan. Dat is allemaal goed geregeld. Geen gezeur achteraf met terugbetalen van die flauwekul. Je hebt gewoon. Je bent een officiële instantie. Ja. En je doet gewoon zoals het hoort. Ja. Dat is hartstikke mooi. En die zit hier mooi landelijk, hè? Want je hebt ook nog een biesen en zo. Ik zag een hond net en een poes. Ja. Ik heb één hond, ik heb drie katten, een konijn en een kip. En dat is ook speciaal natuurlijk, kinderen vinden dat hartstikke mooi. Leert dan met hem te gaan. Ik heb nou toevallig net een meisje waar altijd heel bang was voor hond. Ja. Nou knuffelt ze met een hond. Ja, dat is... Dus dat is haar gewoon hartstikke leuk. Hey, ik wil een muiskiek hierna. Ja. Want dat is natuurlijk wel een uitzicht hier, hè. Muiskiek. Ja. Is niet geweldig. Ja, heerlijk, hè. Je bent hier op Kralo, hè. Ja. Hier op Kralo, inderdaad. En je hebt al die dan aan de scholen waar ik hierna ben je als conciërge. Ja. Heb je natuurlijk heel veel ervaring opgedaan met kinderen en alles. Ja. En toen ben je om een school, en me vertelde. Nou, ik had al een opleiding op agogisch gebied. Hè. Ik heb altijd met kinderen gewerkt, ik heb op puntenspeelzalen gewerkt, ik heb gehandicaptenzorg gedaan, met randgroepen jongeren gewerkt. Dus met hele moeilijke kinderen, zeg maar. Dus van alles wel eigenlijk. Een medisch dagverblijf ben je nog meer ook, hè? Dat kan ook. Ja, dat kan ook, ja. Dus als kindertjes dan nog... Ik begeleid de kinderen dus niet, want dat kan ik niet, maar de opvang wel. Ja. Als een prikje met hem of zo, dan wordt er weer geregeld via buurtzorg hier op dorp of zo, of wat ook maar. Tuurlijk. Dus je hebt eigenlijk heel veel mogelijkheden. Ja. Nou, dat is mooi om. Hey, ik zou zeggen, ik zal hem filmpje erop zetten. We zullen hem bij de kinderen eens kijken, ja, als ik kan vinden. Ik heb hier een speciale spulkamer. Hoe kijk je dan? In principe ook de hond en de kat niet komt. Dus als je kinderen hebt die banger bent of... Dag kindertjes. Dag. Komen jullie ook helemaal te filmen, hè? Ja. Is het mooi bij Ina hier? Ja. Dat leek mij ook wel wat. Ja, ik ben ouder als Ina. Als ze 18 Ina, maar naast kwam ik hier ook af en toe nog iets hebben. Nou, dat mag best. Ik mag best wel inkomen. Ja. Nee, dat is goed voor elkaar, hier, jongens. Teken. Ja, ja, mooi teken. En, hier heb ik ook nog een slaapkamer. Ik heb Boom ook nog slaapkamers voor de groten. En er staat ook nog een babybeddy. Maar hier staat er dus ook in om hem te rusten. Ja. Dus mogelijkheden zat. En het bedrijf heet Semimam, hè? Semimam, ja. Dat is een hele leuke naam, moet ik zeggen. ja. En nou, dat is ook bedacht door iemand die vond dat ik ook een klein beetje ziemolder was. Dus die noemde mij altijd Semimam. Dus dat is eigenlijk al heel veel jaren zo. Dus, en wat kunnen ze vinden op een grote wereldwijde web, zeg maar, Ina? Of telefoonboek? Ik heb een website, die heet gewoon semimam.nl. www.semimam.nl. Nee, .com, sorry, ik zeg verkeerd. .com. En via de gastouderbureaus, via Speelwerk en gastouderbureau Tiskids ben ik te vinden. Ik heb advertenties staan op Marktplaats gewoon, onder kinderopvang. Op Rune Open Info, stel ik nog op. Ja, ook nog, stel ik ook nog op. En telefoonnummer, Ina, dat doe ik nog?
Ja, ik heb een 06-nummer, bedrijfsnummer. Dat is 06-5343-1993. Dat is een knap nummer. Ja, makkelijk hè? Makkelijk te onthouden. Ja, ja. Ik wens jullie veel plezier, heer. Buitenschoolsopvang doe je ook, hè? Dus als in de vakantie en zo kan dat ja, allemaal. Nou, ja. Dat wordt ik haal deze kindertjes ook van school. Oh ja, dat dus, doe ik allemaal. Ja, ja. Prima. Mooi. Ja. Nou, kindertjes. Ik zou zeggen, veel plezier nog bij Ina en maak er wat moois van. Ja, doeg, zeg even. Zeg even doeg. Doei.